Yes, yes. 23-6 de Concord uitgekomen. Dus een game die we absoluut even moeten proberen. Ik heb de beta al gespeeld. Dat vond ik best een leuk spel. Ik ben benieuwd wat ze nu met het eindresultaat hebben gedaan. Oh, dat moet zijn. We have come to once again inquire about our free gunner status. I am prepared to bask in glory. I don't think there's going to be any basking today, buddy. We're still locked out. But did you tell them I have drank of the storyline is wel heel leuk gedaan. Die characters zijn ook echt goed gedaan. We cannot tell them anything until they unlock the free gunner free. En de game is ja, het is een soort combinatie tussen Valorant en Overwatch. What? Most people never get what they want. Set your expectations low. And prepare to be disappointed. Wow. If they disappoint her, I will hunt down these free gunners and I will speak to them very sternly. It'll happen. Monday. Someday. Transmission will come in and says... We're in. Exactly, and then... No veil. We're in. Free gunners. Oh, how wonderful. I do not like having to be stern. Glory is ours. Linux, you don't have to. No. I want to say this. I've been alive a long time and I have done some pretty awesome things. Zeg, die characters zijn echt heel goed verzonnen, heel cool gedaan. It could with the spicy fungus, but that's not what this is about. This is about there is no one I would rather traipse across this crazy galaxy with than you. You are the finest starship in the skies. Now, that's some good acting, huh? Offer before they realize we're a bunch of crazy misfits and they change their minds. This is the captain of the North Star, broadcasting for the first time on the Free Gunner 414. Today, we join your ranks. One more ship blasting through the star fields faster than light. One more voice defying the guild, telling them they don't control us. One more crew scraping out a living, doing whatever it takes to be free. With an honor-bound Colossian warrior and a keeper of a very tidy ship. Never seen tidier. So get ready, because from here on out, the Free Gunner crew of the North Star is on the job. A North Star. Is a dark cutter. Let's get ready to be a free gunner. It's on. Week 1, season free gunners. Galactic Guide unlocked. Galactic Guide unlocked. Ze hebben genoeg cutscenes erin gestopt in ieder geval, en dat voor een multiplayer shooter. Moving it up. Set. Galactic Guide. Yep, it's a map. That's the stabs for roots, glance and gather intel in the revolt. Elke character heeft zijn eigen specials en dat soort dingen, dus ik ben benieuwd wat ze allemaal hebben of wat ze daar hebben toegevoegd. In de beta was het op zich al heel leuk gedaan, dus... Captain, turn it back on. I'm with Linux. We should acknowledge the sacrifice. Why are you kissing a tchotchke? This is an authentic item from the starship Implacable. That How is. Do you two not know about the Implacable? How old are you now? Old enough to know legends matter. Thank you, Captain. This map used to belong to the Guild and the Guild alone. They controlled the space lanes. The galaxy hostage. They were the only ones who were allowed to fly. Enter the crew of the Implacable. They risked their lives, lost. To steal this map. Lives to steal this map. And they gave it away for free. That's how the Free Gunners started. To this day, that tradition is honored. New crews like us are given this map. These space. Zo is al wel een hele mooie introductie voor de game, moet ik zeggen, hoor, maar. PlayStation heeft geen geld weggegooid voor deze intro's. Hommage. Wow. Much paid. Now let's establish roots, Glance.
Let's play some Concord. Zeg ik, dit is, de game is nu available op alle platforms. Welkom to the Universe of Concord. En dit zijn de jobboards, ze zijn er on the collected guide, dus uitleg denk ik. Oh, daar kun je allemaal dingen. De tunnel free gunner shortcut, entries available. Soul trail, oh, dit zijn allemaal. Hoe gaan we hier nou weer uit dan? Aha. Dat was de map van het systeem. Dat zijn de verschillende maps, denk ik, die je kan doen. De settings, die hebben we natuurlijk, moeten we natuurlijk wel even kijken naar. Sensitivity, dat laat ik allemaal nog. Die sensitivity zetten we. Oh. Deze kan sowieso omhoog. Deze twee omhoog. Deze twee omhoog. Eentje. Eentje. Dat doen we zeker wel zo. Cross-platform play hebben we nu off staan. Dan kunnen we hem wel aanzetten. Dat maakt me niet zo heel veel uit. Interface, subtitles, in-game languages. Engels is gewoon prima. Ik wil vooral even kijken naar de. Field of view. Die moet sowieso omhoog. Brightness, motion blur, extras, credits, cursor speed. Hey guys. Maar bij hier moet toch dan inderdaad. Camera shake is on. Kunnen we beter offsetten voor een betere Game of Fabric cinematic dialogue versus weapons. Ik kom negatieve functions. Even kijken, waar is die inderdaad? Sorry jongens. Controls. Nou, we hebben deze wel even goed. Dus ik denk dat we deze wel gewoon even zo laten. Even kijken, jobboard hebben we hier. Dat is volgens mij de verschillende dingen. Free gunners make a living by taking drugs of no one else who would dare to. Ja, oké. Elke dag krijg je opdrachten, dat zie je kan doen, krijg je geld voor. Bepaalde, dat zijn gewoon je daily challenges, denk ik. Hier al, ping 12 opponents, eliminate 4 opponents. Dus dat zijn gewoon inderdaad je daily challenges. Wel leuk om erin te hebben. Weekly en monthly zat erin, zag ik. Ja, hier hebben we play, practice range, practice with any free gunner, training, time trials, brawl, eliminate fast pace, respawn modes, capture and defend objective. Die is niet zo leuk, overrun, dit is als je dood bent. Dingens, brawl, zullen we gewoon brawl even proberen. Gaan we gewoon even een beetje spelen. De practice, zo heb ik natuurlijk al gedaan op de beta, maar ik zal het altijd wel zelf even proberen. Currently matchmaking. Nou, we gaan het zien wat er gaat gebeuren. Ik doe de crossplay inderdaad gewoon even aangezet, maar niet zo heel veel uit namelijk. Om even een indruk van die game te krijgen. Ik vond het zelf een leuk spel. Het is alleen een beetje langzame movement, vond ik. Dus ik hoop dat ze daar wat aan gedaan hebben. Of het ligt een beetje aan de characters die er toen in de game beschikbaar waren in de beta. Let's go, let's go! Trophy Hunt. Nou, Free Water. Er waren toen ook in maart, geloof ik, maar 4 of 3 of 4 maps beschikbaar tijdens de beta. Dus ik weet eigenlijk niet hoeveel maps er nu beschikbaar zijn. Maar vast een stuk meer. Bounty cards moeten we collecten. Dat is dus eigenlijk een soort. Dat is die Call of Duty mode. Ik ben even de naam even kwijt eraan.
Yeah, yeah. Free Gunner Select. Hier kun je dus een beetje kijken. Ik vind deze op zich wel goed, dus ik neem hem wel gewoon. Die heeft een redelijk snelle gun en zo. Die anderen hebben natuurlijk alles. Hebben ze, je hebt geloof ik inderdaad de lights, de medium, dat is het attack, de defense en de medics class. Wat is dat geloof ik in Overwatch is dat tank, assault en healing. Als ik het goed heb. Ik speel geen Overwatch, dus ja. Zit gewoon 5 tegen 5. Oeh, ons tegenpartij zit al iets van level 24 en wij zitten allemaal bij de level 1. Keep it tidy, no mistakes. De rondjes gewoon glijden, dus gewoon mikken. Wapen wisselen. Hebben we nog specials? Even kijken, ik heb eentje deze. Smoke. Ah, eentje smoke. Oh, waar is die dan? Oh, hier. Oh, die is onzichtbaar, duidelijk. Oké, duidelijk, duidelijk. Oh, reload. Ai, en toen kreeg ik al neergestoken. Ja, die weet ik nog wel van de beta inderdaad. Die heeft een mes, die is echt heel snel. De game ziet er nu echt al, ik zie het echt goed uitzien. En de movement is inderdaad versneld. In de beta voelde het echt heel sloom. De graphics zien er wel goed uit. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde, zeg ik, als dingen. Maar... Oh, fuck. Oh, bijna. Ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren voor ik mijn eerste kill heb. Dat ziet eruit alsof het even kan duren zo. Ik blijf wel even hangen een beetje met deze dingen. Zometeen zal ik even wat characters wisselen. Concord, ik vind het een leuk spel. Ik geloof dat die op de PlayStation op dit moment rond de 40 euro is. Dan zal die op de PC nog goedkoper zijn, denk ik. Throwing a smoke screen. Eén down, twee down. Oh, bro. Ik had eentje down. Hop. Oh, 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 dat is weer die chick daar. Oh, shit. Oh, je moet inderdaad goed gebruik maken van je specials. Die ken ik dus allemaal nog niet op dit moment. Oh, hier zit er eentje bovenop. Oh, goddamn man. Dat is weer even wat anders dan Fortnite. Dit. Zullen we die eens proberen? Kijk, we wisselen gewoon even door die poppetjes heen, sowieso. Deze heeft dus een... schiet gewoon steentjes. Ik heb gewoon een katapult. Dat is natuurlijk ook leuk. Oh, het is een ontploffing ding. Oh, I need to be healed, man. Oh. Deze laat is inderdaad heel traag, maar ik zag al, die exploding dinges doet aardig wat damage. Respawning in sex. Respawnen is niet heel snel. Ik zie het al, hier moet ik inderdaad even tijd in stoppen. Ik zal dit ook eventjes nog van de week even livestreamen. Ik denk dat het zeker leuk is om te spelen met meerdere vrienden. Nu speel ik natuurlijk allemaal met onbekenden, met allemaal randoms. Oh, oh, oh. Ding schiet langzaam, maar hij heeft wel heel veel damage. Oh! Nee, ik kan niet veel damage hebben, dat is wel duidelijk. Come on, guy, moet niet te zeker. Nog even een rondje van deze. Ik vind de setup van die game wel gewoon leuk, weet je? Een beetje die Guardian of the Galaxy-stijl versus Valorant Overwatch. Leuk gedaan. Ik zie wel leuke potentie voor het spel, zeg maar.
Je moet alleen wel even wennen, denk aan die specials en dingen. Maar goed, dat is hetzelfde als met Overwatch. Shit, ze doen allemaal heel veel damage hoor, die gasten hier. Oh, daar ziet man hem. Hey, het is wel duidelijk dat het team aan de overkant al veel meer XP heeft dan ons. Dus zullen we deze even proberen. De Big Brutus type guy, man. Hij zal wel groot, zal wel lomp zijn, maar zal wel flink wat damage kunnen hebben natuurlijk. Als een tank, als een tank. Oké, wat heeft deze? Hij heeft een soort shotgun, een soort mega shotgun. Dat zie je, deze is inderdaad qua movement, dus al een stuk langzamer. Maar die zal wel veel damage doen. Oh, en dat is slaan. Oh, en dat is zeg maar door mensen heen rennen. Ah, oké. Okay. Oh, oh, rustig aan jongens, rustig. Even rustig. Ik ben alleen het ding aan het proberen. Oeh, verloren. Oh, we gaan door de volgende ronde gewoon even die man allemaal uitproberen. Oh, even kijken nog. Hey, lekker XP hier, hoor. Je kan genoeg vrij spelen. Zie je, kijk, je levelt de poppetjes, krijgen andere skins en andere dingen. Zo, ik zal even kijken of er ook een shop in zit, nou. Scoreboard. Nou ja. Dat was niet heel interessant, maar ja, voor het eerste rondje, moet ik zeggen. Return to main menu. Oké, dan gaan we weer terug naar de andere. Play. Jobboard is dan inderdaad hier, wat je even ziet. Daily jobs, XP, complete 3 daily jobs. Dus dat is het dingetje. Wat zei ik inderdaad? Je hebt de weekly. Genoeg missies om je bezig te houden. Dit zijn kinders. Speciale skins voor die. Oh, dit is uitleg over wat ze allemaal kunnen. Ook wel leuk trouwens. Dit is ook wel Jabir, Ranger. Er zitten genoeg verschillende characters in de game. Dat maakt het wel heel erg leuk. Free Gunners Hero, Customize. Ja, hier heb je dus Customize. Kijk, dan kan je dus al deze. Dit zijn al je vrienden die op dit moment beschikbaar zijn, maar er gaan er zeker een heleboel bij kunnen. En dan kan je dus ook nog allemaal wearables en dingen aan toepassen hier. Outfits kun je pas aanpassen. Vrij spelen aanpassen. Nou, dat is wel grappig inderdaad. De victory poses heb je natuurlijk ook. Beetje de standaard dingen. Ik heb nog niet echt uitgevonden waarom deze wel 40 euro moet kosten tegenover bijvoorbeeld een Overwatch of een Valorant die gewoon gratis zijn. Even kijken, time trial. Nee, we gaan Brawl weer nog een keer doen. Die game mode vind ik gelukt. Maar ja, nogmaals, weet je, ik vind de game set er wel heel leuk. Het is wel leuk verzonnen allemaal. PlayStation heeft ze een heleboel geld tegenaan gegooid. Oké, welke planeet gaan we nu naartoe? We zullen het even zien. Zeg, die intro's in die games vind ik op zich wel grappig gedaan. Dat is wel lekker actief. Oké, waar waren we gebleven bij hem? Gaan we bij deze even gewoon even verder. Ik wil ze allemaal wel eventjes spelen, dat sowieso. Laat in de comments even weten wat jullie van deze game vinden, jongens. Dat is, de setup voor de hele game vind ik hartstikke leuk eruit zien. Ik weet alleen nog niet wat ik ervan moet vinden. Ik denk dat het vooral heel leuk is om te spelen met meerdere vrienden. En op dit moment moet ik natuurlijk met onbekenden spelen, dus dan is het inderdaad wat rustiger. Jullie kennen me normaal natuurlijk ook als een stuk drukker, dus Take the rival crew's bounty cards. We gaan het zien. Peak Gunner Traditions, let's go. No. Stands in my... Kijk, ik heb ook niet eens gekeken naar levels. Oh, wij zijn allemaal level 1, hun zijn al twee level 2's. Ertussen zitten, dus ai, ai, ai. Zullen we een beetje wachten op ze hier, of wat?
een beetje ambushen, denk ik. Want denk ze een beetje wachten waar ze zijn. Ah, daar komen ze. Oh, dat was misschien niet de beste aanval, jongens. Ik denk, ik zal even kijken wat ik doe, maar ik was vergeten dat het rennen was. Dan krijg je dat inderdaad sowieso wel. Come on, baby. Er zitten wel wat interessante spelers tussen, hoor. Ik ben geloof ik niet zo'n fan van deze, van die lompe, logge tankplay. Maar ja, goed, wat ik zeg, die doen natuurlijk wel heel veel damage. Die dingen moet je pakken, ja, de deployables. Daar kan je dus wel dingen mee doen. Wat je daarmee kan doen, kan ik weet nog niet, maar... Kansen in ieder geval, zie je hier kansen wel. Oh, die heeft iemand neergegooid als je erin loopt natuurlijk. Ah. Er zit ook geen... Oeh, oh. Ik geloof dat je wel een bepaalde tactiek moet hebben om met hem te spelen. Die tactiek heb ik nog niet, jongens, maar ik speel niet in. Pak goed, de volgende tank eventjes. Zo, die heeft in ieder geval iets van een minigun. Misschien dat ik daar wat meer succes mee heb, maar we gaan het gewoon even proberen. Ik moet zeggen, graphics-gewijs vind ik het wel echt wel leuk gedaan. Hoe groot is deze wel niet, joh? Wat heeft deze dan? Oh, een schild. Ja. En... Oh, dat is een soort, wat, ik weet niet wat, een soort energy blast is dat inderdaad. Oh, dit is wel vet met dat schild. Kan je wel natuurlijk wat damage tegenhouden van die mensen. Yo, die moet even op gang komen inderdaad, dus die dinges, maar dat is wel heel vet om te doen. Nog een keertje. Ik doe eventjes de helft van deze game mode en als jullie het nou leuk vinden, zeg maar, maak ik morgen ook nog wel even een video van die andere helft van de characters. Of misschien vind je het leuk om te spelen, laat me in ieder geval even weten. Ik geloof dat die 39 euro is, de basic game, nu op de PlayStation. Wat die op de PC kost, weet ik dus niet. Van ingeschoten. Oké, laten we wel even vooropstellen dat ik geloof ik tot nu toe op deze manier met deze game wel echt zak. We nemen deze, ja wat is het, een soort lopende paddenstoel. Ik weet ook niet hoe je het moet gaan noemen, maar we gaan het zeker even testen. We gaan het zeker even testen. Oh, deze heeft een soort, ojo. Een soort explosieve, ojo. Ik had beter even kunnen kijken natuurlijk wat deze dingen heeft. Wel verduidelijk, je kan ook echt wel merken dat het de eerste keer is dat ik deze spel speel. En dat ik zeker eventjes moet wennen aan het soort controls. Wat heeft deze? Dus deze heeft... Wat is dat dan? Ik weet niet wat het is, maar het is een soort plantje. En die andere is... Wow, bro. Dat is wel vet gedaan, hè? Dat is wel echt heel cool gedaan. Die groeit een soort... dat zijn die deployables dus. Een soort explosieve dingetjes inderdaad hier. Dat zijn... ja, ik weet niet wat het is. Je kan daar niet doorheen lopen of zo, denk ik. Maar deze vind ik op zich nog wel even. Deze wil ik zeker nog wel een keer even iets proberen. Of gaan we gewoon door? We gaan gewoon door naar de volgende. Jongens, dat laat ik helemaal jullie over. Als jullie het spel leuk vinden, moet je zelf maar even uitproberen hoe dat allemaal zit. Ik moet zeggen, ik vind het wel echt een leuke game. Maar ik wil echt gewoon een keer met andere mensen spelen. Dat... Oh, deze is een soort rocket. Wat heeft hij als... Oh, jack... The fuck was dat voor jackpack? En hij heeft nog een andere, deze. Dan kun je dus niet doorheen lopen. Die jetpack is wel heel... Oh, wacht. Oh, dan kun je dus mikken. Oh, deze is wel... Oh, reload, reload. Oh, baby. Wacht even. Deze gaan we zeker nog wel een keertje proberen.
Ik ben wel echt meer van de standaard shooters, dat is wel duidelijk, dat kan je wel zien. Maar we gaan gewoon zo... Oeh, joh. Come on. Give me respawn, baby, give me respawn. Ik wil nog een keer spelen. Ik vind het zeker een leuke game. Zo, wat hebben ze heel veel van die dingen neergegooid, jongen. Volgens mij, ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij gooi ik mezelf gewoon tegen de muur. We gaan even door, jongens, want ik wil ze allemaal even een beetje zien. Even een leuke indruk krijgen van wat voor... Oh, ik zeg, als je een beetje leuk bent en je houdt bijvoorbeeld inderdaad van Overwatch, dan graag met... Ja, deze heeft dus een soort pistool, maar die doet wel veel damage. Dan heeft hij een gooimes. En hij is healing. Nou, dus healing kan alleen als je bij iemand in de buurt bent, denk ik. Deze heeft wel redelijk snelle movement. Oh, 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 maar je hebt niet zo... Oh, ik moet even rekening houden met die. Ik had geen mes... Oeh, ik had het mes gegooid al. Mes reloaden duurt inderdaad eventjes. Dus die had ik nog niet moeten gooien. Nee, dat gaan we zeker nog een keer proberen. Kom aan. Let's go, baby, let's go. Kijk, ik word er een beetje hype voor deze game nu. Die maps zijn wel echt heel leuk gedaan. Zijn wel echt heel mooi, heel veel detail aangegeven en zo. Oh bro. I need some backup, bros. Oh, het is eigenlijk dezelfde. We stonden echt met dezelfde karakter. Hij is een beetje een van de hele, we zijn dezelfde characters tegenover elkaar. Dan gaan we even door naar hem. Ik ben wel benieuwd wat ze allemaal kunnen namelijk. Tot nu toe vind ik dit wel een leuke round last. The rival crew beat us this time. Match defeat. Ja, dat was wel te verwachten. We zijn in ieder geval bij die gebleven. Oké, okay, wat hebben we hier nou? Still got damage. Hier hebben we, sorry jongens, ik moest even kijken naar het storeboard. Zie, kan je nagaan, ik sta dus bovenaan en weet je, het is de eerste keer dat ik speel. Dat zegt wel, dat is gewoon echt slecht. Dat is gewoon echt slecht. Maakt niet uit, we proberen het gewoon. We gaan gewoon meteen weer door naar play. Jazeker, bro. En daar inderdaad kun je die mensen heen. Aan het einde heb je ook nog Rivery, dat is ook een andere game mode. Capture an Event Project, oh die is ook wel leuk, Capture an Event, maar volgens mij is die wel zo dat als je dood bent, dat je dan dood bent. En dit is nog met respawnen, dat vind ik dan op zich nog wel leuk. Lekker, nou, oké, welke wereld gaan we nu toe? Ja, waar is het? Dat zeg ik, die map vind ik zeker leuk gedaan, dus... Overal, weet je, het spel voelt wel heel stevig. Dat zeg ik. Sorry dat ik even geen kills maak. Ik moet even de game even leren. Maar het is zeker een game die ik wel vaker ga spelen, absoluut. Ik vind het leuk om te zien hoe deze game zichzelf gaat ontwikkelen. En ik vind het leuk om te laten zien als je dadelijk. Waar waren we gebleven? Bij hem, hè? Yes, gaan we hem even proberen. Take it for the team, man. Improved Weapon Recall Ranger. Oh, hij heeft wel een dikke gun volgens mij. Even kijken wat we daarmee kunnen doen. Jabali Combat Trait. Hij heeft een healing area from life pulses and increased radius. Oké. Dus hij is een healing. Hij heeft een healing. Playing the bounty card. Let's go, baby. De downrivers, dit is wel een gun. Althans, het voelt als een echte gun. Wat zeg je, die characters zijn wel leuk gedaan. Voor mij hadden ze die blauwe lijntjes om die characters wel weg kunnen laten, maar... Gaan we hier een beetje wel... Oh, deze wereld hebben we net ook wel gehad, dus dat is wel een beetje jammer, maar...
kan het inderdaad helaas niet kiezen, denk ik. En hier komen ze zeker. Hier komen ze, hier komen ze. Wat heeft deze voor special dan? Zijn er achter. Ik weet niet wat voor specials ze hebben. Oh. What the fuck was dat, bro? Hij gooit een soort bollen. Maar dat is een healing globe, die ene. Die ik gaf, ja tuurlijk. En dit is een soort explosief wat ik gewoon... Kijk. Nee, het is gewoon een soort een orb. Wat is een orb? Wat is een orb? Nou, ze zijn daar. Oh, hij heeft wel een lekkere gun erop zitten. Kijk, daar zou ik eventueel nog wel wat kills mee kunnen maken, deze. Hij heeft waarschijnlijk een hele langzame reload tijd. Ja, dat is meestal met dit soort style guns. Oh, ik had wel een kill, hè? Oh, ik had wel een kill. Hier. Oh, fuck, dat was die grote. Ai, 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 ai. Die grote moet ik natuurlijk weer tegenkomen. Dat is jammer. Deze, die andere kunnen tussenin kunnen we niet doen. Maar die heeft wel een lekkere gun, deze. Ik ben benieuwd wat deze voor gun heeft. Ik ben benieuwd, er zijn waarschijnlijk heel veel mensen die... Oh, I like this. Oh. Kijk, dan ga je toch... Oh, shit bro. Wat heb je daar? Oh, die grote soort. Ga dood, grote big ass motherfucker. Ai. I'm out of here. Oh, die grote kon ik zeker niet hebben. Helaas. En voor de duidelijkheid jongens, er zijn zeker wel een heleboel mensen die het spel zeker beter kunnen doen. Dus laat even een beetje weten in de comments wat jullie van die game vinden. Of jullie het zouden kopen of jullie het zouden spelen. En anders sowieso of jullie nog tips en trucs hebben voor dit soort spelletjes. Hey, hij ging gewoon door de muur heen. Hij ging door zijn eigen muur heen. Oeh, maar ik hou wel van dit soort... Bro. Oh, oh, oh. Kom on, show yourself. Oh! Was dat nou inderdaad een one-shotter? Dat was gewoon een one-shotter en ik was weg, jongens. Een one-shotter. Nou goed, die is ook leuk. We gaan nu even naar dit. Dit is volgens mij de meest langzame character van de game. Maar die zal ook wel de meeste firepower in de zit hebben, dus. Oh, wat is dat? Deze heeft een... Een air barrier fall. Een soort, wat is het? Een soort. Die zuigt mensen, een soort grote stofzuiger is het. En die gooit een hele grote, wat is het? Een soort bom. Wow, bro. Een soort stofzuiger. Ga, deze wil ik zeker nog iets proberen. Dat is wel heel cool verzonnen, dit inderdaad. Die wil ik zeker even iets proberen. Bro, is wel langzaam als een, als een berg, je weet wel. Je moet ook de routings van de maps even kennen, denk ik. Dat is ook nog wel een hele goeie. Wat is een air barrier dan? Ik weet niet wat hij doet. Hij doet niet veel volgens mij, maar... Oh, hij zuigt gewoon dwars door zo'n muur heen, joh. Nee, die jump haalt hij niet. Ik denk, misschien haalt hij die jump wel, maar... Nee, die jump haalt hij niet. Maar die gooit dus deze. Nou, dan gaan we even door naar de volgende. Als je het leuk vindt, dan ga ik zeker nog wel een filmpje maken van deze game mode. Als ik er wat beter in ben, dan kan ik even wat coole potjes laten zien en wat add-ins laten zien. Van hoe vet het wel werkt. Hoe is als je op een gegeven moment het spel door hebt. Ik vind het wel vet met al die verschillende... Wat heeft deze? Dat is een low. Ik ga er allemaal...
weet niet wat dit doet allemaal, maar daar gaan we even achter komen nog. Yo. Een soort orb, stuiterorb. Lekker, kijk, dat was in ieder geval nog een kill. Lekker bezig, lekker bezig. Kijk, ik ben toch een beetje meer van de snelle wapens en de light movement, geloof ik. Maar ja, goed, ik weet dat heel veel mensen het ook leuk vinden om met die tankclass te spelen. Kijk, dat was nog een elimination, lekker. Oh, lekker bro, lekker, lekker, lekker. Kijk, heb ik, of ik begin het spel een beetje beter door te krijgen, of dit is meer mijn, mijn class om mee te spelen, zeg maar. Oh, lekker man, zo Uzi, lekker. Lekker een light class, lekker een beetje een redelijke movement. Die movement kan allemaal nog wel wat sneller hoor, zet ik. Deze kan die jump wel halen, zie je. Kijk, deze ronde hebben we dan ook gewonnen. Dat is natuurlijk ook alweer een keer een beetje leuk en wat anders. Ik moet even kijken of we dit gaan fixen. Volgende. Ik wil er nog volgens mij één of twee te gaan. Verschillende classes, dus kom maar op. Back to main menu. Hebben we al wat vrijgespeeld bij die kerk? Zo, daar heb ik net niet op zitten letten natuurlijk. Yo, bro. Dan gaan we nog één keer brawl proberen. Cancel match, make to regain access. Challenge your skills and make a run at the best leaderboard times. Time trials, dat is ook wel grappig. Maar dat moet je toch, dat kan je volgens mij niet spellen met die tank class, zou ik zeggen, man. Takedown, Leviathan, Shock Risk. Planet en location staat er nog niet op. Zo. Deze hebben we sowieso nog niet gehad, volgens mij, dus ik ben benieuwd. Let's go, let's land, baby. Takedown rules. We're gonna select, ja. Waar waren we gebleven? Bij deze. Ah, dus die is nu weg. Dan pak ik die nog eventjes. Hopen we bij de volgende ronde nog wel krijgen. Oh, dit is met mes. Dit is echt totaal niks voor mij, deze. Dat weet ik wel. Die heb ik namelijk ook in die beta al een keer gespeeld. Maar ik wil hem wel even laten zien, hoor. Nogmaals, jongens. Laat me alsjeblieft even weten wat jullie van die game vinden. Het is een beetje moeilijk om indruk te geven als je het de eerste keer speelt. Maar wat vinden jullie van de graphics? Wat vinden jullie van het soort gameplay? Denken jullie dat het een spel is dat jullie zouden spelen? Of totaal niet, maar laat het gewoon even weten in de comments. Crush them. Crush them. Let's go crush them, man. Dan zie je, ze gooit messen. Wow, en dat is een soort blade. Oh, daar heeft ze er drie van. Danger here. Oh, als je twee keer doet, dan doe je dus een special movement. Oh, maar bro, door die smoke zag je natuurlijk niks. Maar deze heeft wel echt een coole movement. We gaan zeker die chick nog een keer zien. Daarna zie ik ook trouwens volgens mij iets van een oma staan of zo. Die moeten we dan ook nog maar even proberen. Maar kijk, doe dit. Dat hebben ze dus allemaal waarschijnlijk. Daar heb ik nog helemaal geen. Dit is gewoon normaal dichtbij. Ja, daar kan ik niet tegenop. Dat is tegen die stofzuiger natuurlijk. Ja. En als je ze... Oké, zullen we die oma nog even proberen, jongens? Dan gaan we deze video zo meteen even afronden. Als jullie willen dat ik nog een keer video mee doe, dat ik echt even wat serieuzer ga spelen. Behalve alleen maar laten zien wat een beetje in de game zit. Dan moeten jullie dat even in de comments laten weten. Dan doe ik dat graag. En ik ben echt benieuwd of jullie dit spel zullen kopen. Zo. Grandma's got a gun, bro. Grandma's got a gun.
Gozer, jij gaat gewoon... Oh, wat de hel deed oma daar dan? Wat is hier? Oh, dat is een speciale jump. Oh, bro. What the hell? Oma heeft zo'n power. Granny got some skills, bro. Granny got some skills. Die wil ik echt ook nog een keertje proberen. Ik ga deze game zeker nog wel een keertje spelen. Want ik ben erg benieuwd naar wat mensen hiervan vinden. Niet alleen dat, maar gewoon omdat ik het zelf leuk vind om te spelen. Eventjes het Fortnite laten liggen. Eventjes wat anders proberen. Ze zijn niet hier, of wel? Waar zijn ze? What that, man? What that? Waar zijn ze? Waar zijn ze? Nu komen ze. Die hebben we ingevuld. Oh, zij bouwt zo'n muur. Nee, ik kan dus zo'n muur gooien, dan kunnen wij wel erheen lopen, maar hun dus niet. Oh, healen. Ah, oh, juist. We gaan het spelletje wel een beetje doorkrijgen, zo. Doen we zeker leuk. Ik ben alweer een beetje een fan van deze game, geloof ik. Oh, reloaden. You're dead, man. Sla je al gewoon dood, vriend. Ja. Ik had hem gewoon geslagen. Dat kan ook, hè. Dat kan ook, jongens. Lekker. Eerste melee kill. Oh, en daar werd ik nog geen gepokt, jongens. Oké, jongens. Ik maak uiteraard die potje af. Jammer genoeg zijn er een paar tussen geweest die ik niet heb kunnen spelen. We doen deze nog even. Omdat die bezet waren. En ik moet nu weer ready maken om online te gaan. Live. Fortnite spelen op TikTok. Laat me even weten of jullie meer video's van dit zouden willen zien. En of jullie een keer mee zouden willen spelen of jullie het spel willen komen. Oh, vergeet het filmpje ook niet te liken. Dat helpt het kanaal heel erg. Oh. Zodat ik meer tijd over heb om in de toekomst dit soort dingen te doen. Nieuwe games te spelen. Jullie te laten zien wat voor spelletjes het zijn. Ai, come on, baby. Healing pad, right here. Lekker bezig, guys. Lekker bezig. Let's go. Ze zitten hier boven, 100% zeker weten. What the hell, bro? Ik gooide daar wel eens. We moeten wel even healen. Healing. Oh, die chick veegt me gewoon van de tafel af, jongens. Die chick veegt me gewoon van de tafel. We blijven wel even bij oma. Sniper, give them trouble. Spotted trouble. Ik had hem bijna. Dus die wervelwind die zij gooit, die is wel powerful, jongens. Ik maak dit potje even af. En dan gaan we weer even Fortnite spelen. Maar dit spel ga ik zeker nog een keer spelen. Mijn mening tot nu toe, ja, ik denk dat het die €40 wel waard is. Want ik denk dat als je eenmaal een beetje de specialties nodig door hebt en wat leuke dingen hebt vrijgespeeld voor ze en bezig bent met je daily challenges, dat het zeker een leuk spel is om te spelen. Als je bijvoorbeeld van een spel houdt zoals Overwatch bijvoorbeeld. Ik had hem wel. Nou, guys, gaan we dit potje eigenlijk winnen? Het is 25 tegen.
Blue, blue. I'm blue, dama-dee, dama-dee, dama-dee. Whoa, what the fuck, bro? Oh, yo. Dit was, ik weet niet wat aan de hand was, maar het was een beetje chaotic. Die spanning is 6, 27 van 30, maar ik weet niet waar je kan zien hoe... Oh ja, 28. Wie de eerste 30 potjes heeft gewonnen. Ah, 28. Hun staan... Eentje voor. Hun staat 1 kill voor op dit moment. Bam, round lost. We lose. Oké, okay guys, ik ga deze game eventjes afsluiten nu. Ik ben benieuwd wat jullie van deze game vinden. En laat het me even weten. En that's it, guys. Ah, we almost had them. Almost. They were too slippery.